Rijn neemt het verder van op. Ja, ik warm jullie een beetje op met drie stukjes en dan hou ik Cecile erbij. Maar eerst kunnen we vast even wegdromen met een kleine stukje. Thank you.
normaal was het idee dat ik dan door zou gaan. Maar ik weet niet wat Jan heeft gezegd, want op een gegeven moment werd het heel erg stil. Wat is aan de hand? En toen was Jan al bezig. Dus ik heb een beetje het verhaal gemist. Maar Cecile is hier volgende week. Ik woon in de kerk hier in Wijvenes. Ik heb een studio. En Cecile, die komt uit de klassieke muziek, die wil heel erg jazz leren. En dus we willen wat jazzdingen opnemen volgende week. En ik wil doorgaan dingen van haar wereld weten. Dus we kennen elkaar al 5 jaar. Dus zij was hier. En ik moest gisteren nog in Parijs spelen. En dus ze was gisteren naar Parijs gekomen. En we hebben gisteren de trein genomen hier naartoe. Met de Thalys. Het was nog lastig, want we waren weer werkzaamheden bij de Sardon. Ben je bijna thuis en dan is het gewoon nog meer. Maar goed, we gaan dus volgende week opnemen. Het leek ons een heel leuk idee om haar dan 2 dagen eerder hier naartoe te laten komen om nog te spelen samen. En we hebben het al veel vaker gedaan en er zijn al stukken. We hebben nu ook inmiddels stukken die dan echt geschreven zijn voor het duo. Ook heel veel stukken die waren eigenlijk voor piano. En nu ik het met haar gespeeld heb, heb ik het eigenlijk nooit meer op de piano gespeeld. Omdat het nu zo erg bij haar hoort en het voelt zo natuurlijk met de cello. Dus ja, probeer. Het is heel erg dromerige muziek en we gaan ook wat improviseren. Om aan de jazzkant nu proberen, we willen ook een stuk improviseren, dat soort dingen. We proberen gewoon lekker weg te dromen met deze muziek en genieten van. En uit Zwitserland, dus Cecile Grebber.
allemaal stukken van het project. Ik ben nu 4 jaar bezig. En nu wil ik een stuk spelen van een documentaire voor muziek die ik heb gemaakt voor een documentaire in Nederland. Dat heette De Leugen van Robert Oei over Ayaan Hishali. Dat zij toen heel gedoe dat zij gelogen had over naam het kabinet Balkenende 4 was gevallen, geloof ik. Maakt niet uit, lang verhaal. In ieder geval, dit is de muziek, de muziek van dat stuk. Dus het is een oud stuk, maar ik vind het heel goed bij de muziek passen. En bij de stijl, het is een hele aparte melodie, maar ik vind het zelfs mooi. Het heet niet in het Frans, al mijn titels zijn niet in het Frans. Het heet Le Maison. Even het thema, want dit was stom toeval. Zij vroeg gisteren of ze al mijn partituren kon, of ze al mijn partijen of ik die kon opsturen. En er zat dit stuk, dus dat heet Le Delire, en dat is ook van een andere film. Dat is van, deze is van een serie voor de KRO-NCRV over cannabis. Een 6-delige serie, ik weet niet of iemand het gezien heeft. En het gaat over de geschiedenis van de jaren 60 helemaal tot aan nu over cannabis en legalisering, etc. En dit is het thema van, dat, van die serie. En dat Cecile was helemaal verliefd. Dus deze is nieuw, maar we gaan het toch proberen. Het is maar Le Delire, dat vond ik grappig, want het betekent de gekheid. Ik ben niet cannabis. Ik ben zelf geen. Nou, ik heb geen idee hoe dat voelt, maar zoiets denk ik.
Dat heet Le Delire. Thank you.
vond een soort van leeg. Dat is de improvisatie. En want het lijkt alsof ik dan Cecile naar de dark side gaat. We proberen iets te improviseren. We hebben het altijd leuk als jullie dan onze toonsoort geven. En of het minor of major is, of driekwart of vierkwart. Dat we iets hebben om te improviseren. Zijn er muzikanten? Niet al te moeilijk. Oh, dat kan wel, maar... S klein 7/8. Nog één keer? S klein 7/8. S klein 7/8. Dat is musical. Minor 7/8. You want een E-flat? Can we do it? E-minor? E-flat minor. E-flat minor? Is dat oké? Okay? Maar mag een vierkwart doen dan? Het is nog vroeg. 7/8. Er komt dus een stuk aan met 7/8, maar dat komt niet. Ja, maar oké. Okay. En you want to start? Ja. Hey. Yeah. That's good. Wij horen elkaar soort denken. Dat is heel grappig. Je hoort eigenlijk, en dan zit ik denk, kan ik dit doen zonder dat ik haar... Als je moest eens weten wat er nu in onze hoofd loopt, zo... Like, all these... Mooi. Praat nu opeens heel veel, ik weet niet waarom. Maar het volgende stuk is echt gemaakt voor ons als duo. Dat is echt heel mooi. Special decompose. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Het is een lange. Het is een hele grote. Ja. De laatste voor. Bedankt voor allemaal voor het komen. Echt, het was fantastisch. Ik kan je niet goed zien, maar toch. Bedankt voor het komen. En, ik wou zeggen, volg ons op Instagram en al dat soort dingen. Dat is belangrijk voor ons. Dat is geen grap. En alles is op Spotify te vinden en zo, als je nog terug wil luisteren. En ook op YouTube. Er is een speciale playlist met Cecile en mij. Met allemaal mooie video's. Et cetera. In ieder geval bedankt voor het komen. Tot de volgende keer.
En een kleine maand geleden had hij een mailtje: Jan, ik heb misschien wel een leuk idee. En nou, dat was het idee. Ja, dat was het. En ik dacht, wat een cadeautje. En dat hebben we gezien, hè? Ja. Wat een leuk cadeautje.